Max Verstappen en Kelly Piquet vonden liefde in elkaars armen, ondanks dat Kelly al moeder was van de charmante Penelope, voortgebracht uit haar vorige relatie met de voormalige Formule 1-coureur Daniel Kviat. Terwijl Max zijn roemrijke weg naar het drievoudig wereldkampioenschap bewandelde, vond hij in Kelly een toevluchtsoord van stabiliteit en liefde, essentieel voor zijn succes op het circuit. Sinds hun samen zijn in 2020, heeft Max een bijzondere band opgebouwd met Penelope, hoewel hij erop staat dat hij niet haar vader is, maar eerder een zorgzame aanwezigheid in haar leven. Ze is ongelooflijk schattig, vertelt Max aan Time Magazine, terwijl hij benadrukt: Mijn doel is niet om haar vader te zijn. Het is van het grootste belang dat ze een sterke band heeft met haar biologische vader, en dat heeft ze gelukkig. Ondanks deze duidelijke afbakening van zijn rol, lijkt Max vaak meer tijd door te brengen met Penelope dan haar eigen vader. Dit komt doordat Penelope vaker bij Kelly is dan bij Daniel. Elke dag als ik thuis ben, zie ik haar. We hebben een geweldige klik, zegt Max, wijzend op de sterke band die ze hebben opgebouwd. In een wereld waarin de grenzen van familierelaties steeds meer vervagen, omarmt Max zijn unieke positie als een bron van liefde en steun in het leven van Penelope, zonder de rol van haar vader te willen vervangen. Het is een dynamiek die getuigt van volwassenheid, respect en de kracht van menselijke verbondenheid, ver voorbij de grenzen van bloedverwantschap.